Het conservatorium Suriname draait momenteel gedeeltelijk. Volgens de bestuurders zit er echter nog muziek in het conservatorium. De HBO-opleiding, die momenteel 42 studenten telt, moest per 1 juni uit het gebouw van het bisdom, omdat ze achter was met het betalen van de huur. Carlo Jatnanan Singh en Marcel Balsemhoff, respectievelijk voorzitter van het stichtingsbestuur en directeur van het conservatorium, vertellen hoe het zover is gekomen. Wij in 2011 de huur aangingen en subsidie voor huur, ging het om, zegt u maar, 25.000 SRE. Maar toen de devaluatie kwam, werd het plotseling 2 tot 3 maal zoveel. En 25.000 konden we betalen, maar 75.000 niet meer. Dus we kwamen in problemen. En ja, we hebben dus toen geprobeerd op verschillende fronten dit in orde te maken. En we hebben gewoon eerst gezegd, we gaan met het bisdom praten. Om te kijken of de huur gehalveerd zou kunnen worden of een andere koers. Maar zij hebben ook hun eigen problemen, ook hun schulden. Dus dat kon ook niet. We hebben geprobeerd te kijken of we veel meer subsidie van de staat kunnen krijgen. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van subsidie. En ja, de staat zou dat bekijken, maar is ook niet in staat geweest. En begrijpelijk, u kent de situatie, om ons inderdaad een veel hogere, bijna 3 maal zo hoge huursubsidie te geven. Dus kwamen we geleidelijk aan in problemen. De betalingsachterstand van bijkans 3 jaar is opgelopen tot meer dan 1 miljoen SRD. De mogelijkheid bestond om in te trekken boven het pand van JetSet aan de Watermolenstraat, maar de locatie bleek toch niet helemaal geschikt. De spullen van het conservatorium zijn voorlopig wel daar opgeslagen. Er wordt nagegaan of de staat een school ter beschikking kan stellen die niet meer wordt gebruikt. Intussen heeft het bisdom ter verrekening van de achterstallige huur beslag laten leggen op een perceel aan de Ringweg dat het conservatorium ter beschikking heeft gehad om een gebouw neer te zetten. De president die begaan is met het lot van de opleiding heeft het bestuur intussen ontvangen. We vroegen directeur Balsemhoff of hij het bisdom kwalijk neemt dat ze het gebouw moeten ontruimen. Kijk, in eerste instantie toen het pas gebeurde is er natuurlijk een beetje wrevel. Maar wanneer je een beetje tot rust komt, zoals nu, dan zeg je van ze hebben gelijk. Dat is mijn standpunt en ook het standpunt van het bestuur. Ze hebben gelijk, wij zijn onze verplichtingen niet nagekomen. En ze hebben ook terecht gezegd, ons probleem is niet hun probleem. Helemaal gelijk. Wat ik alleen jammer vind is dat het moment waarop wij de sleutels moesten inleveren, dat dat zeg pakweg zo een maand was. Voordat onze tentamens afgenomen zouden worden. Dus dat inzicht bij het bisdom was er niet om ons nog even dit collegejaar te laten afmaken. Ze zijn daartoe niet verplicht. Maar ik had wel verwacht dat er wat meer begrip aan die kant zou zijn. Ondanks het feit dat wij al zoveel jaren achter zijn met betalen. Maar ja, ik neem ze niet kwalijk. Alles was onhoud vanaf we moesten inpakken. Nee, want er waren nog colleges die verzorgd moesten worden naar het tentamen toe. En in principe zouden dus nu, rond deze periode, zouden we de tentamens afnemen. We zouden ook de audities hebben voor instromende studenten. We zouden ook een open dag organiseren om mensen te enthousiasmeren voor het instituut. En in mijn visie laten we altijd studenten, de nieuw binnenkomende studenten, enthousiast maken. Als de ene student de andere kan enthousiasmeren om binnen te komen, heeft het meer effect. Ja. Nu is dat alles onhoud. Maar mag ik toch even inkomen? Ik wil dus wel opwijzen dat we steeds in gesprek waren met het bisdom. Dus het is niet dat we geen contact hadden. Er zijn gesprekken, ik was er persoonlijk, kon ik wegens uitlandigheid er vaak niet bij zijn. Maar jij was er altijd bij, Marcel, de directeur was er steeds bij. Dus het bisdom was volkomen op de hoogte van onze problemen. Maar terecht, ze zeggen dat is jullie probleem en niet ons probleem. Maar wij hadden ten aanzien van de afhandeling, laat me het netjes zeggen, hadden we gehoopt dat het bisdom iets meer begrip had kunnen opbrengen en ons in de gelegenheid had kunnen stellen om de tentamenperiode af te ronden.
Jetna Nansing benadrukt dat het volledige bestuur achter Balsemhof staat. Balsemhof wijst erop dat nu alle hoop gevestigd is op de overheid. Er is dan ook een gesprek aangevraagd met de minister van Onderwijs. De conservatoriumdirecteur zegt dat het vak muziek een grote bijdrage kan leveren aan de vorming van de burgers. Ten slotte zegt Balsemhof dat zowel het conservatorium als het bisdom in de fout is gegaan. Het bisdom had namelijk al lang de stekker eruit moeten trekken en niet 3 jaar lang wachten om dat te doen. Als verhuurder kan je niet toestaan dat een huurder zijn plichten zo lang niet nakomt. Aldus de directeur van het Conservatorium Suriname dat momenteel vleugellam is.